Vandaag gegrilde worsten met bier. Speciaal bier. Speciale bierworsten dus. Een award-winning recept. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Een bierworstje. Super lekker. Wat we gaan doen, we gaan heerlijke worsten grillen en die komen uit de supermarkt. Jawel, daar is heel veel rotzooi te krijgen. Ik heb de mazzel, ik heb een Jan Linders supermarkt in de buurt, hè? Brabant, hè? En die hebben echt, is echt fantastisch. Toch eventjes reclame voor maken, die hebben echt geweldige barbecue worstjes. Die zijn fantastisch. Trouwens, daar heb ik het bier ook vandaan. Ik kom uit België, Schuptenboer. Waar komen we vandaan? Welk plaatje? Uit Turnhout. Dus echt een fantastisch mooi biertje. Trippeltje. Daar komen nog gegrilde groentjes bij. Je gaat het meemaken. We gaan beginnen. Zwing. Ja, de ene worst is de andere niet. Vraag maar aan mijn moeder. Sorry, mam. Nou heb je een beetje een goede worst, hè? En al een beetje een kromming, toch? Altijd een beetje een kromming. We gaan dus aan de binnenkant van die kromming. Ga ik ze even insnijden. Daar doe ik, hoe noem je dat? Ruitlings. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is. Dat geeft een heel mooi effect zometeen. Op de eerste plaats. En dat zorgt ervoor dat hij dadelijk gewoon dat bier zo heel mooi op kan zuigen. Ne? Top. Ik heb trouwens de barbecue al aangestoken. Klein kwartiertje geleden. Ik ga vandaag werken met de Monolith. Dit is de Classic Pro 2.0. Alles op en aan, hè. Super apparaatje. Kijk, die is al mooi in het gloeien. De temperatuur stond op 230 graden. Dat is net iets te hoog. Maar dat geeft niet. We hebben tijd zat. Daar gaat mijn hele systeempje even in. En hier heb je speciale gereedschapjes voor om dat te doen. Ik doe dat gewoon eventjes met de knuisten. Dus voorzichtig. Kijk, 4 levels. Onderin heb ik eventjes een half gietijzer roostertje gelegd. Zometeen, want ik wil eventjes wat groente keihard aanzetten. Hierboven ga ik dadelijk mijn worstjes mooi langzaam oproosteren. En hier aan de linkerkant heb ik zometeen ruimte voor mijn Dutch oven. Geweldig apparaat, nieuw accessoire. Mooie Dutch oven, er zit ook nog eens een rekje in. Een halve eigenlijk, zodat ik altijd nog een halve barbecue over heb. Dik deksel is meteen een griddle, echt super tof. Die hang ik er ook vast in. Hiya, hiya, ho. Ik haal deksel er vast af. Dat heb ik denk ik niet nodig. Top. Pak ik even de groentjes erbij. Ik heb 4 kleuren paprika. Zo. Ik wil er ook een teentje knoflook bij. Rode uitjes. Gewoon wit uitje. Lekker. Want ik wil wat roostaroma wil ik mooi in mijn bier hebben zometeen. Het wordt een soort van stoofje als het ware ook nog, hè. Ik ga vast mijn paprika in repen snijden. Je zou als variatie, kun je die paprika's ook gewoon in de kolen donderen, hè. Door de caveman style. Natuurlijk heel vaak gedaan. Dat is ook mooi. Maar in principe is dit zo op het rooster ook prachtig om te doen. Gaat helemaal goed komen. Dat vind ik altijd zo mooi van paprika's, hè. Paprika's die hebben gewoon 3 totaal verschillende smaken. Rauw, is fantastisch, vind ik meestal heel erg lekker. Als je ze stooft, hè. Een beetje dat goulash effect vind ik altijd. En als je ze roostert op de barbecue, dan krijg je echt dat roostaroma. Dat is een totaal andere smaak weer. Dat vind ik echt geweldig van paprika's. Mogen er wat op, wat mij betreft. We mogen die vast een beetje gaan roosteren, jongens. Lekker. Zo, dan hebben we het meeste voorbereid. Dan ga ik vast eventjes paprikaatjes een beetje omdraaien. Zo, degene die al mooi geroosterd zijn,
Zoals deze, die gaan nu in de pan. Alvast kan ik ook wat plaats maken voor mijn uitjes. Dat is ook mooi. En zodra die uitjes dat rooster raken, komen zo mooie luchten af. Ja, we gaan terug naar 2010. Het jaar waar ik voor de eerste keer Nederlands kampioen werd. Ik zat al jaren in barbecue teams. Nu had ik mijn eigen team opgericht. En toen had ik met een maat Roel Westra gevraagd. Bij jou bekend als Pitmaster X. Jawel. En toen hebben we... we hebben de hele wedstrijd gewonnen. Hè? Maar voor degene die de meeste stemmen had gewonnen, die won de publieksprijs. Hebben we dit gerechtje gemaakt. Dus de gegrilde worst in bier met gegrilde groenten, al die dingen. Dit is echt, het lijkt heel simpel. Je denkt bij elkaar die smaakjes. Maar als je dit maakt bij elkaar, het is niet normaal. Award winning. De groenten zijn mooi aan het roosteren. En ik ruik ze hier echt geweldig. Dan gaan we eerst eens eventjes bier toevoegen. Overigens, ik heb mijn barbecue wel even wat geknepen. Want als het bier te heet wordt, in één keer dan wordt het super bitter. Dat willen we niet. Anders kun je eventueel een klein beetje water toevoegen om af te koelen even. Oh. Zo. Snel even de rest van de groentjes erbij. Ik vind mijn pan toch iets te heet worden. Althans, ik ben bang dat hij te heet wordt. Dus ik leg er eventjes een pleetzettertje bij. Een halve. Mooi. En ik kan meteen mijn gewone RVS roostertje erbovenop. En er zijn de worsten aan de beurt. Oh, en natuurlijk, ho eens, ik zou het bijna vergeten. Knoflookie gaat er gewoon bij. Hoppakee. Stel nou dat jouw bier toch iets te bitter is geworden. Kijk, die zoetigheden van die, eigenlijk de natuurlijke suikers van al die groenten en zo, die maken dat bier sowieso een stukje zoeter. Maar mocht het nou toch te bitter zijn, kun je altijd een schepje suiker of zo. Kun je er gewoon in doen, hè? Dikke tip. Nou, die worstjes die grillen wij ongeveer... kwartiertje, 20 minuutjes misschien. De mooiste temperatuur om dit soort worstjes te bereiden, overigens, is 150, 160 graden. We willen natuurlijk een beetje bruin worden. We willen niet zo'n harde korst eraan. Dat is lekker, hè? Uiteindelijk, een bierworst. Maar ze, moeten toch, hè, ze worden toch weer week in het bier, snap je? Dus dat is helemaal de bedoeling. Snap je? Dat was gewoon een lekker zacht worstje. Een zacht broodje heb ik gekozen. Natuurlijk, je kunt allerlei soorten broodjes erop kwakken wat je mooi vindt. Hè? Maar je hebt een hard broodje. Ik vind, het is toch een soort van een hotdog. Het is een hotdog variant. En dan vind ik een zacht puntje, vind ik te gek. Maar dat is ook slim, kok. Heb ik 6 broodjes gekocht voor 8 worstjes. Ik ben bang dan dat er 2 uit het vuistje gegeten moeten worden. Heeft deze ook weer onderin de boodschappentas gezeten. Zo, een beetje terug in shape vormen. Kijk, nou wil ik deze broodjes insnijden aan de bovenkant. Hop! Hop! Kunnen we daar al die lekkere dingen zo hier tussen frotten. Hop! Hop! Weet je wat? Ik koop een paar nieuwe broodjes. Heb ik weer. Ga ik wel even snel nog een sausje mengen. Mayo, ketchup, mosterd. Mengen we even door elkaar. Ik gebruik daar trouwens 2 delen mayo. 1 deel ketchup en 1 deel mosterd. Ja, lekker. Nu heb ik hier ook nog, wat is het? Extra hot Carolina Reaper sauce. Woehoe. Voor de dapperen onder ons. Een paar druppeltjes.
Nou, kijken wat hij doet. Top. Karakter. Goed zo. Klaar. Ja. Nou komt hij binnen. Lekker. Kijk eens hoe dat gaat. Auw. Dit hoeft niet per se met de blote klauwen. Nu heb ik gezien dat de achterkant eventjes wat heter is dan de voorkant. Dat is trouwens altijd zo bij een Kamado. Nou kun je dus de worstjes een beetje door elkaar halen. Dus naar voren halen en de voorste weer naar achter doen. Dat kan. Maar je kunt ook gewoon eventjes het hele rooster een kwartslagje draaien. En dan ben je er ook, hè. Dikke tip. Hey, het is bijna zover, hè. Nog maar een paar en we hebben 50.000. 50.000 abonnees, hè. Helemaal te gek natuurlijk. En ik ben even iets bedenken. Ik ga natuurlijk een mega winactie. Ja, mega winactie. Ik weet er niet wat, maar het wordt gaaf. Dus nog een paar. Nog steeds strak op de 150, zoals het hoort. Kijk, mijn bier is niet aan het koken gegaan. Ik heb er overigens wel een eetlepeltje suiker bij gedaan. En, dat staat niet in mijn originele recept, maar ik dacht dat het wel erg lekker is. Beer vinegar, want deze is zo lekker. Deze is eigenlijk ja, bijna zoetzuur, zo mooi is die. Om daar ook nog eens eventjes een scheutje in te doen. Ik denk dat dat hele sausje als het ware uplift. En we hebben natuurlijk vet in die worstjes en dat zure dat snijdt er natuurlijk mooi doorheen. Dus ik denk dat dat een uitkomst is. Zo, scheutje azijn. Maken. Kijk, die worstjes mooi goudbruin, toch nog knusprig. En hier zie je dat effect, hè, wat het insnijden doet. En die gaan nu in die vloeistof. Als je wil kun je er ook nog wat aanlengen met wat water. Hè, want het kan een klein beetje verdampen natuurlijk. Ik heb er 3 flessen bier in gedaan. En een beetje water erbij. Je ziet trouwens ook dat al mijn worstjes perfect gegaard zijn. Heel mooi gebruind. Nergens aangebrand of gebarsten, whatsoever. Dat is toch de secret, hè. De 150 graden. En het geduld. Overigens heeft het wel een half uur geduurd. Dat dan weer wel. Ja, op dit moment is het klaar, hè. Die worsten die moeten nou gewoon lekker die smaak opnemen. Je zult begrijpen hoe langer ze erin liggen, hoe meer smaak ze krijgen. En voor mijn part serveer je het over een uur of twee pas of zo. In ieder geval, de barbecue gaat uit. Ik snij nog even een uitje, een lenteuitje fijn. En dan ga ik een broodje eten. Mooi even voor dat frisje, voor dat knusprigje en voor de kleur natuurlijk. Snij gewoon even een paar van die lenteuitjes schuin in. Over een zuurtje gesproken, weet je nog. Ik heb ook nog mijn ingelegde rode uien. Die heb ik al een aantal keren gemaakt. Hè. Ik zal de link hier neerzetten van de video waar je dat maakt. Dat is een video trouwens met totaal iets anders. Hè. Dat is volgens mij een bak vlees. Maar in die video laat ik zien hoe je dit maakt. Super simpel, kei lekker. Mooi plankje erbij van Scotsberg. Wij beginnen met wat saus in de broodjes. Pak gewoon even wat van de geroosterde groentjes, een paar worstjes. Van alles wat tussen frotten. Worst. Alright, beetje groen en een beetje van de ingelegde rode ui. Dat doe je altijd met een schone vork, hè. Zo, hier is die dan, mijn gegrilde bierworsten. Speciaal bierworsten van de barbecue. Maak hé! Jezus man, serieus goede worsten. Lekker man. Echt van me aannemen deze. Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralsbarbecuetube.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun je er snel naartoe, net zo makkelijk. Dan lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen,
Deze video van vorige week, fantastisch. En deze, van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier, door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!